Ja. Oh, wat erg. Ik ga het afdrogen. Deppend afdrogen. Ja. Gelukkig heeft deze mevrouw een hele hoge pijn gehad. Ja. Goed laten drogen. Want dit is geen grapje hoor. Ja, ik sta hier bij Ineke. Ineke, jij zit bij de dagkaarten, daytickets, tageskaarten. Ja, en hoe gaat het met de tageskaarten? Nou, het gaat heel goed, zoals u ziet. Zo. Want er zijn veel mensen die zich al van tevoren hebben ingeschreven. Die konden tot en met 30 juni dus voor inschrijven. En die mensen die komen allemaal bij mij. En de na-inschrijvers die komen dus bij mijn collega's. Ja. En heb je enig idee hoeveel kaarten je een beetje zo door de handen al hebt gehad? Ja, kijk, ik heb het thuis al van tevoren opgeschreven. Want op maandag heb ik er 243 gehad. Maar als na-inschrijvers alsnog meerdere dagen gaan lopen, komen ze ook nog bij mij in de bak. Dus ik heb er dus meer dan 243 gehad. Gisteren heb ik er 309 gehad. Echt voor inschrijving. Dus de na-inschrijvers er nog niet eens bij. Vandaag komen er 304 en morgen ook 304. Nou, ik vind dat hele mooie getallen. Jij dan? Ik ook. Ja. Zelf van, want van tevoren was het bestuur er een beetje benauwd over of ik het wel in mijn eentje redde. Maar tot nu toe gaat het goed. En anders, ik heb fantastische collega's die bij me. Ja, maar dit is gewoon jouw baan eigenlijk. Je doet het hartstikke goed, Ineke. Ja. Ja, nou, ik vind het gewoon ook heel leuk. Ik neem er ook speciaal vrij voor. Ik neem vrij van mijn vrijwilligerswerk om hier vrijwilligerswerk te doen. Nou, ik vind dat super, echt waar. En voor de hoeveelste keer zit jij nou hier aan tafel? Ik geloof de vijfde keer. En ik blijf het gewoon heel. Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Zeg, de hele week loopt mijn wekker om 4:30 af. Want ik moet hier al vanaf 6:00 zitten. Want ik heb natuurlijk ook de 40 kilometers. Maar ik doe het met heel veel plezier. En dat ik vrijdag helemaal kapot ben, dat maakt mij niet uit. Jij vindt het vast jammer dat die 4 dagen over zijn. Jij wil nog wel een dagje. Nou, dat hebben we volgend jaar, hè? Oké. Hey, ik wens je veel succes en plezier. Oké. Wij staan op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizenweg. Wij zijn er klaar voor de derde dag van de Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn. En het is prachtig weer, dames en heren. Wil je nog meelopen? Het kan nog morgen. Even naar het terrein komen hier van Victoria Boys of kijk op de site van de Vierdaagse Apeldoorn.nl. En ik sta weer naast de voorzitter van de Vierdaagse Apeldoorn, want Joop Achterkamp die geeft ons altijd even een update over de vorige dag, hoe het is gegaan. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. En ik wil eerst even met jou. Ik had jou gistermiddag aan de telefoon in de matinee van Radio Apeldoorn, bij Radio Apeldoorn. En toen zei jij van in het bos lopen is geweldig. Je wordt er rustig van. Je depressies verdwijnen. Hè? Als sneeuw voor de zon. Echt hartstikke goed voor je lijf, voor je hersenen. En toen zei jij, er komt een stofje vrij. Ja. En wij kwamen er niet op, maar volgens mij bedoelde jij endorfine of zo? Fietsen. Ja, dat klopt. Ja. Je zult niet in één dag kwijtraken, maar het heeft wel enorm veel invloed. Ja, dan krijg je echt die gelukshormonen die komen bij je binnen. Ik denk, ik word rustiger. Wat precies die stof doet, dat weet ik niet. Die dokter Schreuder, die hersen-ingenieur. Oh, die meneer. Ja, die heeft daar ook wel vaker over. Je hoort het veel, veel vaker. Dus heel veel genieten in de bos. Nou, wandelen in de bos. Precies, al die mensen die hier nu lopen. En vrijdag gaan ze echt helemaal blij naar huis. Oh, ik zie daar net in mijn ooghoeken zie ik daar, kijk eens Joop daar. Kijk eens, daar staan ze. Pauline en Peter, de politie. Goed, dat gaan we straks even doen. Maar eerst even over gisteren. Hoe is het gegaan? Op zichzelf goed, we zijn tevreden. De meeste mensen hebben droog weer gehad. Alleen degenen die de 30, 40 kilometer lopen, die op het verkeerde moment bij vier fasen waren, die waren binnen no time zeiknat. Dat ging heel hard. Binnen een minuut waren ze nat. En verder hebben we eigenlijk geen regen gehad en dat is zeer positief. En uitvallers? Volgens mij heel weinig, wat ik net precies even zag, hoor, met 20 gisteren. Er zijn er 174 niet gekomen, heb ik ook gezien. En dat is redelijk veel. Aan de andere kant is dat een goede sponsor voor ons. Maar ik vind het jammer voor die mensen uiteraard dat ze hebben betaald. En vervolgens kun je niet komen door wat voor omstandigheden ook. En we hadden 332 na-inschrijving, daglopers extra. Ja, dat gaat goed hè?
Ja, dan mogen we niet mopperen. Als we dat vandaag ook weer halen, die ruim 300, ja, dan hebben we er in ieder geval al beduidend meer als vorig jaar. Ja, ik was net even bij Ineke bij de inschrijving van de dagkaarten, maar die was ook heel blij. Die had ook over 300 en morgen heel veel, dus ja, dat gaat de goede kant op. Nou, we zitten gemiddeld nu boven de 500 per dag. En morgen moet je natuurlijk afwachten, ook gezien de weersomstandigheden, maar dat weet je nooit. Maar we zitten gemiddeld rond die 500, en voorinschrijving en nainschrijving. Dus ja, dat is fantastisch. Nou, geweldig. Goed, wij gaan straks naar de rustplaats. Dat is in Bergen-Bosch is dat, hè? De Bosweide. De Bosweide. En vertel even, waar gaat de tocht vandaag naartoe? Ja, het ligt aan wat je loopt. 12 kilometer gaat door de Bosweide. Ja, een klein stukje erheen en weer terug. En de 20, 30, 40 gaat richting Hoogsoer, Asselt en zo. Je mag ons weer feliciteren, hè? Wat dan? Nou ja, Engeland daar gewonnen, hè? Net, maar het gaat lekker. Gaat het lekker? De eerste twee dagen ging ook hartstikke lekker. Oké, okay, loop jij voor de eerste keer mee hier in Apeldoorn? Nee, de derde keer. Ja. En hoeveel kilometer loop je? 20. Oké, okay, en ga je ook naar Nijmegen? Nee. Dit is gewoon veel lekkerder. Oh. Het is gezellig, de mensen zijn gezellig. Het is allemaal gewoon heel knus. Ja, en je loopt hier lekker in de bossen natuurlijk. Precies, ja, het is hartstikke mooi. Ja, het is echt groen en helemaal leuk. Meneer, ik zou zeggen, gaat het goed? Maar je begint net, hè? Ja. Ja. Ik ben nu derde dag. Derde dag? Ja. En hoe vindt u het hier? Prachtig. Ik vind het heel erg mooi. Oké, okay, en waar komt u vandaan? Ik kom van Noord-Limburg. Noord-Limburg? Ja. En is het de eerste keer dat je hier in Apeldoorn loopt? Tweede keer. Dus het beviel zo goed dat je denkt, ik ga nog een keer? Ja, zeker. Ja, en hoeveel kilometer loopt u? Ik loop 20. We zijn hier op de rustplaats op de grote bosweide in Berg en Bos. En ja, het is hier al een drukte van belang. We staan hier bij de koffie en de broodjes hamburger, broodjes haring.
sta je bij Tate. Jij bent van Urban. Ja. Voor de hoeveelste keer sta jij hier? Voor het tweede jaar. Tweede jaar. Ja. Vorig jaar zijn jullie begonnen. Jullie hebben het overgenomen van Ton en Kobe. Ja, en nou ja, ik zie die oude ketels, die gebruiken jullie ook nog steeds. Wat leuk. Ja, zeker. Werkt perfect zo. Ja, ja. Vind je het goed? Ja, het is heel erg natuurlijk, zeg maar. Gewoon natuurlijk. Hey, en hoe vroeg ben jij hier al? Ik begon vandaag om 6:30, maar we beginnen 2-3 collega's om 5:00 elke dag. Ja. En hoe leuk vind je het om hier te staan op de Vierdaagse? Ik vind het wel heel erg gezellig. Mensen zijn vriendelijk, het is leuk werken, gezellig met collega's. Echt een teamspirit. Ja. Oké, okay. En ja, waar vragen de mensen nou het meest om? Theo natuurlijk, broodjes haring en de rest? Koffie, ja, koffie. Iedereen wil koffie. Ja. En iets erbij, wat hebben jullie nog meer? Koeken? Of? Veel gevulde koeken worden vanmorgen afgebakken, vinden ze erg lekker. Oeh, lekker man. Ja. Zeg, heb jij zelf wel eens de Vierdaagse gelopen? Nee. Maar krijg je daar nou geen zin in als je al die mensen voorbij ziet komen? Of denk je van, nou... Nee. Nee, 12 kilometer zou nog wel te doen zijn, maar die 40 vind ik gewoon heel erg knap, ja. Hey, maar jij bent vorig jaar begonnen. Kende jij het wel? Ik heb er wel van gehoord, maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was dat er zoveel mensen op afkwamen, nee. Ja, het is echt een groot evenement, hè? Ja, zeker voor een Apeldoorn, ja, zeker. Ja. Dus het bevalt goed? Ja, ik vind het erg leuk, het is erg gezellig. Ja. Nou, Tate, ik hou je niet langer op, want het wordt weer druk. Je collega die is druk bezig. Jij moet helpen. Veel plezier en succes. Dank u wel, fijne dag. Loes, hoe gaat het met je? Hartstikke goed. De toiletjuffrouw. Ja, ja. Of geef jij jezelf een andere naam? Nee, toiletjuffrouw vind ik prima. Daar hou ik van. Zeg, een aantal jaren geleden hebben wij elkaar gesproken. Ja. Toen was je voor het eerst en wij bedachten net, was dat 2018? 18 denk ik, ja. Ja. En jij staat er nog steeds, Loes. Ieder jaar weer. Je vindt het leuk, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja, maar je doet het alleen? Ja, ja. Ik neem een week vakantie er zelfs voor om hier te zijn. Want er is echt niets leukers dan het werken met mensen, wat dan mijn eigen werk is. Ja. En deze mensen zijn... Ja, ik vind ze geweldig. Ik vind ze dapper. Ze wandelen. Ze doen echt hartstikke hun best. En als ik dat kleine beetje kan doen voor ze... En plassen is natuurlijk belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ze komen allemaal, ze hebben geen keuze, ze komen allemaal naar me toe. Kan jij je eigen plek uitzoeken? De plasplek? Nee. Vaste plek, nee. Ik mag soms wel even zeggen van, ik wil de toilet zo hebben en zo. Want ik wil mijn eigen plekje erbij. Ja. Nee, verder zijn dat het vaste plekken voor. Oké, maar we lopen even naar je tafeltje hier. Tafeltje. Ja, kijk eens, wat staat er allemaal? Wat heb jij allemaal meegenomen aan dingetjes? Ik heb snoepjes voor ze. Ik heb een gelddingetje. Dat zijn de doekjes voor het drogen van de hand. Ik heb voor de dames een klein lekkertje voor de handen om in te smeren. Hartstikke goed, u bedankt. Ik heb een stukje van mijn huis bij me. Nou ja, het ziet er gewoon hartstikke gezellig uit weer, hè? Ja, jij houdt daarvan, hè? Ja, ik vind het geweldig, ja. Nou, en wat is dat voor apparaat? Dan moet je... lopen we even naar dat apparaat. Nou, eens even kijken wat dat allemaal is. Nou, geweldig. Ja, dat is dus, moet ik erbij zeggen, ze lopen echt grote afstanden. En dan komen ze hier en dan moeten ze ook nog een keer op de pedalen. Dit is de Mont Ventoux, gewoon hier. Ik help ze graag. Oké, maar ze moeten drukken met de voeten? Ja, ja. En soms staan er mannen die niet weten wat ze moeten doen. Ja, ik vind het wel vervelend om te zeggen dat het veelal mannen zijn. Tuurlijk. En dan zeg ik, praat maar. En dan praten ze daarin, pardon lieverd. En intussen stap ik erop. Nou, dus dan denken ze van, wat is dit? Grappig. Ja. Het zijn kleine grapjes. Ja, ja. Nou, ik vind het geweldig, Loes. Nou, er staat alweer een rij. Gezellig hier, hè, dames? Ja. Ja, ja. Elk jaar bekende gezichten, nieuwe gezichten. Ja. Nou, ik zou zeggen, tot volgend jaar. Zeker, zeker. Dank je wel.